Vandaag willen we eens gaan kijken naar de beste anti-muggenproducten. En ik ben alvast heel geïnteresseerd, want mij vinden ze altijd heel lekker. Dus ik haal onze volgende gast erbij en dat is Anne Lieves. Hallo. Dag Anne. Hallo. Vinden ze jou ook smakelijk? Ja, ik heb er toch ook wel een beetje last van. Helaas, hè. Ik weet trouwens niet of het een mythe is. Ze zeggen toch soms, hè, van als je de muggen aantrekt, dan heb je zoet bloed of zoiets. Wat zeggen ze dan ook alweer? Goh, ja, eigenlijk zijn er geen echt wetenschappelijk duidelijk bewijs wat het is. Maar het blijkt toch wel dat het soms te maken heeft met uw zweet dat je komt. En dat men toch bepaalde muggen daar meer gevoelig voor zijn. Ook koolstofdioxide dat je uitademt, dat toch ook bepaalde muggen... Okay. Dat je daar meer gevoeliger voor bent. Ook anderen is bepaalde bloedgroepen. Ook muggen gaan af op bepaalde kleuren. Maar ik zeg het, dat wordt gezegd. Maar echt wetenschappelijke studies, heel duidelijk, zwart op wit weet men dat niet. Maar het klopt wel dat sommige mensen precies volstaan met muggen en de anderen niks. Ja. Dus er moet wel iets zijn. Maar ik denk als je door een tropisch gebied wandelt met gras tot hier, dat we het allemaal prijs hebben. Ja, maar toch sommigen meer dan anderen. Dat is wel een feit. Ja, dat is waar. Nu, daar gaan we het niet over hebben. Ja. Jullie hebben dus een hele reeks aan antimuggenmelk, heet dat, getest. Zowel dat rollers klopt. Als sprays van allerlei merken. Ja. Hoe hebben jullie dat getest, eerst en vooral? Want dat is eigenlijk wel een hele leuke. Ja, wel. Dus we hebben dat getest in een labo, volgens de WHO-normen. En ik ben zelf naar de labo geweest en dat was ook echt wel spectaculair om te zien, want je ziet daar dus zo 4 kooien staan. En in elke kooi zitten 175 Aziatische tijgermuggen vrouwtjes en 75 Aziatische mannelijke muggen. En we hebben 4 vrijwilligers. Die worden wel eerst ook getest of ze echt wel vatbaar zijn voor beten. Dus er moet daar toch wel een verschil in zitten. Als dat zo is, dat ze dus vatbaar zijn voor beten, wordt er een product aangebracht. Dit moet dan ongeveer 30 minuten laten intrekken. En dan moet je dat eigenlijk je hand in de kooi steken. Dat zie je dus op de foto. En dan Horror. Kijkt men of dat de muggen bijten of niet. Als dat dus niet na 3 minuten gebeurt, dan mag je je hand terug uittrekken. Wachten weer 30 minuten. En dan ga je terug met je hand erin. En zo gaat men eigenlijk door tot 10 uur. En eigenlijk de producten die het sterkste zijn, die zijn degene die het langst duurt voordat er eigenlijk een beet is. En sommige producten is na een half uur, andere zijn eigenlijk soms maar na 8 uur. Maar als je zo 200 van die muggen bij elkaar opsluit in een kooi, dan... Ja, dat kan wel zijn. Het zijn ook wel vrijwilligers. Een bijzonder type vrijwilligers heb je daarvoor gevonden. Ja. Worden die heel veel betaald dat is het werk van het labo. Nee, maar dus bijzondere test. Het was het moeite om het toch even... We hebben ook inderdaad een visual gezien, als het goed is. Dat klopt. En wat zijn nu de resultaten dan van die test? Wel, we hebben 35 producten getest. En 24, dus een redelijke grote groep, zijn echt wel goed. En eigenlijk moet je vooral kijken op de verpakking naar het actief bestanddeel dat erin zit. Mm-hmm. En daar heb je 3 toppers van. De winnaar is sowieso Date. Ik denk wel dat je misschien Date kent. Dat is een bekend product. Date met een concentratie 30-50% biedt zeker goede bescherming. Mm-hmm. Maar je hebt ook andere producten, namelijk Icaridine. Dat is ook een chemisch product. En dat moet je wel aan een concentratie van 20%. Dat vind je dus op de verpakking. Het is belangrijk dat je daar echt naar kijkt. Mm-hmm. En dan heb je nog 1 product dat toch ook goed scoort. Een actief bestanddeel, maar dat is een natuurlijk actief bestanddeel. Dat is een beetje een moeilijke naam. Dat is Eucalyptus citradiora-ol of citrodiol. En dat moet je toch aan een concentratie van 10-30% pakken. Dus eigenlijk, als je 1 van die producten pakt, ben je redelijk safe. Deze zijn werkzaam tegen de muggen. Maar we hebben ook producten die niet zo werkzaam zijn. En wat zijn dat dan? Dat zijn ofwel dezelfde actieve bestanddelen, maar aan de concentratie die te laag is. Dus bijvoorbeeld Icaridine, 12%. Nee, het helpt niet. Of je hebt een ander actief bestanddeel, IR3535. Het zijn een beetje moeilijke namen. Ook dit helpt niet. Dus je moet echt kijken, goed actief bestanddeel en goede concentratie. Mm-hmm. En buiten deze producten hebben we ook zo'n aantal gadgets getest, die je ook vindt en dat mensen denken, het helpt misschien. Namelijk dit, het wordt heel veel verkocht aan kinderen. Dat zijn zo'n navelverpakkingen. Ja. Je mag dat om je pols dragen gedurende 14 dagen. En dat zou heel je lichaam beschermen. Het is weggesmeten geld, je betaalt er geld voor, redelijk wat. En het helpt helemaal niet. Iets anders is zo'n citronella-zeep. Je kunt het aansmeren. Ook dit, het helpt niet. Je hebt ook dan de GSM met de apps. Dat is met ultrazone geluiden.
dat dus zogezegd de muggen zou weglaten. Je hebt daar ook speciaal toestelletjes voor. Ook dat helpt echt niet. Ze hebben oordopjes. Nee, maar ja, het is stom om ervoor te betalen. Als je moet beschermd worden, koop echt de goede producten. Ik vind dat altijd zo waardevolle informatie die jullie mij brengen. Je vindt het ook op de website, hè, ja, absoluut. En dan zijn er toch een aantal producten. Ik zie daar bijvoorbeeld iets staan. Je hebt het dus ook meegenomen, ja. wat goed werkt en wat minder goed werkt. Maar binnen een merk kan er ook veel verschil zijn, maar daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Dus je moet goed kijken of welk bestanddeel erin zit. Welk bestanddeel en welke concentratie. Nu, voordat je dat doet, toch even vragen. Teken, dat is ook meer en meer iets waar we toch op willen letten. Kan je je daar ook voor beschermen eigenlijk? Wel, teken, eigenlijk alle producten die goed zijn voor muggen, zijn ook goed voor teken. Dus je moet niet iets anders kopen. Je moet niet naar de winkel gaan en twee verschillende producten gebruiken. Nee, eigenlijk koop gewoon hetzelfde en het gaat even goed beschermen. Ja. Ja, en waarop moeten we nu letten als we een anti-muggenproduct kopen? Wel, eigenlijk moet je jezelf een aantal vragen stellen. Eerst, waar ga ik naartoe? Ga ik naar risicogebieden waar malaria heerst, dengue? Dan echt, zou ik zeggen, je wilt daar niet mee thuiskomen met die ziektes. Dus pak het beste product, pak het meest bestudeerde product. En dat is eigenlijk DEET, 30-50%. Ja. Daar zou ik echt niet aan twijfelen. Ga je naar gebieden in Europa waar er eigenlijk heel veel muggen plagen zijn. Denk maar aan Zweden of aan bijvoorbeeld de Camargue, waar dus echt veel stilstaand water is, waar dan ook veel muggen heersen. Dan, die gaan niet zo rap die overdraagbare ziektes meegeven, maar eerder, het is vervelend dat je vol met muggen staat. Dan zou je rapper kunnen gaan, eventueel DEET, maar ook de icaridine of die citrodiol. Dat is de eerste vraag. De volgende vraag die je moet stellen is, voor wie is het? Is het voor mijn kinderen, een zwangere vrouw of voor een volwassene? Ja, voor kinderen. Eigenlijk, als je echt naar malaria-gebieden gaat, ook opnieuw DEET, maar dan echt maar 30%. Dus dan raden ze echt aan niet meer dan 30%. Hetzelfde is voor zwangere vrouwen. Dan kun je ook nog de vraag stellen, er zijn verschillende types. Je hebt rollers en sprays. Wat ga je gebruiken? Dat is weer een beetje individueel. Maar we doen ook een test. En dat is eigenlijk, we hebben nagekeken, wat heeft het meeste bijwerkingen? En omdat je een spray spuit en toch wel wat meer verspreidt, geeft dat iets minder bijwerkingen dan rollers. Maar dat gaat eigenlijk over bijwerkingen. En dat heeft niet iedereen. Soms een beetje huidirritatie, een beetje branderig gevoel. Soms een beetje oogirritatie. Maar het verschil is wel dat je roller eigenlijk veel beter kan uitspreiden op je armen. Ja, oké. Okay. En hoe moeten we het dan gebruiken? Wel, belangrijk is eigenlijk eerst lees eens de bijsluiter. Wat staat erop? Hoeveel lang mag je het gebruiken? De meeste producten helpen zo een 4-6 uur. DEET 50 is eigenlijk het verschil, dat kan toch ongeveer 8 uur meegaan. Maar als je zweet en gaat gaan zwemmen, gaat dat opnieuw aanbrengen. Het verschil bijvoorbeeld met zonnecrème is dan wel dat je het niet overvloedig moet aanbrengen. Breng het aan met mate en overdrijf niet. Ook spuit niet in je ogen, je mond, nee, op je handen en zo uitwrijven. Kinderen, doe het voor de kinderen. En ook toch als je bijvoorbeeld ergens terug in je kamer bent en je weet er zijn geen muggen, kun je ook gerust je afspoelen, een douche nemen, zodat die producten toch niet 's nachts nog aanwezig zijn. Ja, en inderdaad, de wisselwerking met zonnecrème, zoals je zegt, maar overdag zijn ze meestal toch een beetje aan het slapen. Ja, het hangt een beetje af van de type mug. De malaria probeer overdag gaat te vermijden. Meer 's avonds, maar bijvoorbeeld dengue kan wel overdag voorkomen, dus het hangt een beetje af van... Toch wel belangrijk waar je bent dan. Ja, dat is echt wel belangrijk. Maar voor zonne, we raden eigenlijk aan, eerst zonnecrème aanbrengen. Ja. Die zonnecrème eigenlijk laten drogen en dan eigenlijk die sprays gebruiken. Of die rollers, het maakt niet uit. Dus eigenlijk eerst de zonnecrème en dat. En dan is het eigenlijk wel redelijk te doen. Enkel op de niet bedekte... Ja, want het heeft geen zin om deze producten onder uw kleren aan te doen. Dus dat brengt mij dan bij de laatste vraag. Ja, zijn er nog andere manieren of dingen die je kan doen? Ja, dan denk ik aan kleding. Ja, dat is dus eigenlijk zeker als je weet dat je in zo'n risicogebieden gaat, zou ik toch zeggen, je hebt trekkersbroeken, je hebt zo heel fijne hemden die toch met lange mouwen zijn. Ook draag gesloten schoenen, geen sandalen. En dan eigenlijk binnen, als er een mugraam is, gebruik dat. En anders een muggennet, dat is toch ook wel een aanrader. Zeker in die gebieden waar het toch wel risicogebieden zijn. Slapen onder een muggennet is eigenlijk ook heel veilig. Dus dat is toch de tip. En gezellig. Dat is waar. En romantisch. Oké, dan denk ik dat we de meeste dingen wel gecoverd hebben. Dus er is maar één adres, de website. De website, en daar vind je alles terug van jullie, voor mij, heel waardevolle tests. Ja, dus inderdaad. Merci, Anne. Goed. Tot de volgende keer. Ja, dankjewel.